geweertje. Even weer iedereen zien. Lekker eten. Wat gezellig. Ja, lekker druk. Met niks. Nee, prima. Dus, het is nu mooi weer, dus lekker buiten hangen. En, lekker met de kids bezig en een beetje muziek maken ook. In de tussentijd wachten tot we weer volle bak op mogen treden. Gaat supergoed. We hebben een Art of Creation barbecue, het is lekker weer. We hebben alleen nog wel een pandemie, dus ik mag nog niet veel optreden. Al wel een paar shows gehad, dus dat is super. En ik zit weer af en toe in de studio, ook goed. Dus het gaat eigenlijk hartstikke lekker. Het gaat heel goed. Afgelopen dagen heel veel op pad geweest met de camp. Ja, we hebben heel veel mini-showtjes gedaan. In verschillende tuinen met vuurwerk, alles erop en eraan. Ja, perfect. Just for the fear of dying. Ja, gewoon dingetjes aan het proberen ook. Kijken of... ik heb de laatste tijd ook best wel veel platen uitgebracht, dus ik voel ook niet zo heel erg druk om nu heel veel uit te gaan brengen op dit moment. Op dit moment echt helemaal niks. Ik ben bezig, ik moet nou gewoon weer een nieuwe track gaan beginnen. Dat betekent gewoon zoeken naar een vet idee. Wij zijn druk bezig natuurlijk, net als onze collega's met veel nieuwe muziek. Grote projecten waar wij nu nog niets over kunnen zeggen. Wat we denk ik wel kunnen verklappen aan de mensen is dat dat dit jaar nog staat te gebeuren, dat aan buiten komt. En ja, we kunnen echt niet wachten om dat bekend te maken. Ja. Tot daardoor, Jackson, nee. Zeker in de hartstikke over de werkgroep. Heel snel. Dus omdat ik gewoon vond dat hij gewoon een stuk beter kon. Nee. Ja, mijn keuze. Omdat hij was gewoon, denk ik, wel goed te remixen. Die vocals. Ja, dat is wel leuk om gewoon iets anders mee te doen. En volgens mij was het ook hun voorstel om die te doen. Ze hebben aardig wat muziek gemaakt inmiddels al natuurlijk. Maar ja, toen ze Take It All zei, toen dacht ik, nou, dat kan ik wel mee. Rick en Roland, Bass Modulators, Radiance. Fucking moeilijke track om te remixen, omdat het origineel gewoon een hele grote hit is geweest. Maar hij is af. Ik vind hem heel vet geworden en het intro is heel erg fusion sound. Een beetje van 2009, 2010, 2008. Die sounds die ik toen gebruikte, heb ik ook een intro meegemaakt. Dus ik denk dat mensen het heel vet gaan vinden. Ik vind het in ieder geval heel tof. Gimme Love heb ik geremixed. Ja. En, het origineel is volgens mij van 2011. De plaat is al helemaal klaar, ook al een paar keer gedraaid. En, ja, Noisecontrollers zelf vindt hem ook heel erg vet en ja, binnenkort komt hij uit op de EP. En daarnaast zijn er best wel wat collega's die een remix van ons hebben gemaakt. Frozen remix, Aftershock en Take It All, Headhunters remix. Ja, topplaten. Dank jullie wel. Het is wel goed geregeld. Ik denk gemiddeld, als je gewoon een talent bent, als je 500 vliegs per dag hebt, moet je wel blij zijn. Niemand dat dit hoort. Nee, precies. Elke dag wordt jouw plaat dus blijkbaar 3000 keer door iemand geluisterd. Elke dag. Dat is toch raar gedachte? Lekker genieten ervan. Ik heb nu weer een paar shows gehad en alles is weer gewoon leuk, weet je. In het vliegtuig zitten, op het vliegveld rondlopen, in Engeland aankomen. En gewoon eigenlijk wat ik het allerleukst vind, want draaien voelde eigenlijk wel weer gewoon heel erg normaal. Maar dat gewoon echt fans in levende lijf naar je toe kwamen. Hé, hey, vet dat je er bent. Of mag ik ook met je op de foto? Dat vond ik heel erg leuk. Ik begin het gelukkig ook net weer een beetje te missen allemaal. Ik heb wel even genoten van de rust. En ik begin ook weer mijn motivatie in de studio een beetje terug te vinden. Dus ik ga gewoon lekker met de flow, denk ik. En we pakken het weer lekker op. We blijven doorgaan. Elke maand een nieuwe release. Wij zullen jullie niet teleurstellen. Dus elke maand komt er gewoon weer een nieuwe plaat uit. Geen enkel probleem. Wat hij zegt klopt. Nou ja, hopelijk weer veel reizen en veel optreden. En lekker mijn muziek kunnen draaien voor mensen. Wat school ben je? Regelaanopleiding voor kinderen. Nee, wat gaaf, wat vet. Ik heb ook weer een opleiding gedaan. Ja, ja, ja. Ik was voordat ik als aardrijkskunde, toen heb ik een paar maandjes niks gedaan, dat jaar gewoon. Ik denk, wat vind ik echt leuk? Maar ik ben niet zo sportief. Quite the place to climb festivals. Not just glory. We must persevere. Stand united. Ja, dan krijg je, dan stroomt ineens je social media vol met berichten van hé, wat een vette track. En daar heb je dan heel lang aan gewerkt. En ja, dan komt ineens alles naar boven, weet je wel, waar je heel lang naar uitkijkt. Het moment van tekenen, het moment van de release plannen en dan de release. Ja, zeker. Ja, heel vet, absoluut. De support is immens. Alleen maar goede reacties, het is echt bizar. Meer vet dan we ons hadden kunnen voorstellen. Ja. 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 Support naar het label, stop. En support naar het publiek was meer dan dat we allebei, bedoel ik dan label en artiesten, hadden verwacht. En ook onderling, artiesten van het main label en sublabel, hartstikke top. De mensen om je heen die reageren natuurlijk hartstikke positief. En ik denk de fans van Art of Creation, van Willem, van Joran, van Bas en iedereen ook gewoon positief. Ja. En mensen dichtbij die wisten het natuurlijk al. We hebben het wel een beetje verteld. En ja, reacties die zijn ook gewoon heel goed. Het is gewoon heel cool om dit te kunnen vertellen. Dat je deel uitmaakt van zo'n hechte familie als Art of Creation. Ja, de hardstyle scene is natuurlijk best wel kieskeurig. En ze hebben altijd een beetje het gevoel dat je het moet verdienen. Ja, dus, precies. En als je dan als naam tevoorschijn komt, dan moet je wel eventjes laten zien dat je het ook echt kan. En ik denk dat we dat best wel goed gedaan hebben. Dus wij zijn tevreden. Vaak collabs op de plank liggen. Collab met Carlos A-Rise, eentje met Myron Jigsaw en natuurlijk met Bass Modulators. Ja. Ik heb rondom denk ik iets van 7 platen liggen waar ik aan ben aan het werken om af te krijgen. En daarnaast heb ik nog 2 collabs lopen met gasten waar ik heel erg naar opkijk zelf. Onder andere Atmospheres. En vandaag zojuist gepraat met Noisecontrollers om ook een keertje samen te gaan zitten. Dat gaat nog ook gebeuren. Ik heb echt al best wel wat liggen, alleen het is nog niet allemaal af. Ik ben nu echt met iets nieuws bezig, dus ook al heb ik heel veel dingen liggen, ik ben nu gewoon iets nieuws begonnen. Heel blij mee en ik hoop dat ik het zo snel mogelijk af heb. Dan kan ik lekker gaan draaien. Vette plaat. Vette plaat. Ja.